maat, 1000 abonnees. Ja. Ja, dat heb je met weddenschap, hè? Ja, ja, zo. Daar moeten we er echt aan gaan geloven. Ja. Nou ja, kom maar dan. Een blauwe kuif. Yes mensen, welkom bij weer een nieuwe dag magneetvissen. We zijn met een leuk groepje vandaag en hier achter mij hebben ze nu een hele zware kluis al voor de kant liggen. Dus die gaan we er eerst proberen uit te halen. En vandaag gaat het gebeuren. Tim O.D. gaat mijn haar blauw verven. Dus blijf er zeker bij, we gaan er een leuke dag van maken. Yes! Kijk, ook opruimen hoort er natuurlijk bij, dus we stoppen al het ijzer in emmers. En ik heb ook een vuilniszak. Daar stop ik al het plastic in wat aan mijn magneet blijft hangen. Of als we een tas opvissen waar wat ijzer in zit. Dus dat gaat in de vuilniszak. En zo houden we toch alles netjes bij. En Jan is er ook weer. Dus al het ijzer gaat zoveel mogelijk mee in zijn bus. En is het toch zoveel mogelijk opgeruimd. Er is zelfs iemand het water in gegaan om de kluis eruit te halen. Hij heeft helemaal een speciaal pak aangedaan. Dus dit zijn echte strijders. Zo gaan wij te werk. Jij bent goed bezig, maat. Ja, ja. Nou, ik trek net nog dit scooterwiel met motorblok eraan eruit. Maar nu gaat het toch echt gebeuren. Tim O.D. gaat mijn haar verven. Ja, dit gaat hem worden. Even kijken waar die is. Tim! Tim, kom je er al aan? Ja. Oké, maat. 1000 abonnees. Ja. Ja, dat heb je met weddenschap, hè? Ja, ja, zo. Daar moeten we er echt aan gaan geloven. Ja. Nou ja, kom maar dan. Een blauwe kuif. Netjes, Tim. Een blauwe kuif, zei je toch? Ja, maar even de blauwe achterkant ook, Dirk. Achterkant ook nog een beetje ook. Dankjewel, jongen. Ja, die mooi. Baard ook? Ook een blauwe baard? Zo staat je wel, maat. Ja, man. Ja, man. Ja. Hoe vind je het nou, Tim, om te doen? Ja, ik vind het wel vet om te doen. Ook een beetje. We hebben toch nog een beetje carnaval gezien. Ja, toch? Super vet, maat. Ja, 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 het staat je echt. Nou, daar gaan we dan. Ja. Nou, tof. Je hebt je weddenschap, je belofte ben je nagekomen. Heel veel respect daarvoor. Ja, want een hoop mensen die doen wel heel veel wa. Mm-hmm. Maar die komen hun belofte zien daar. Heel veel respect daarvoor. Kikken. Ja, okay. Toch? Ja, toch. Top. Ja, we gaan weer door. Ja. Nou, hoe vinden jullie mijn haar geworden? Ja, het is gebeurd. Jullie zien het. Maar ik heb een leuke vondst gedaan ook weer. Het is een hangertje. Er staan allemaal bedeltjes aan. En ik heb al even gelezen. Er staat op: in service of peace and freedom. Dus waar zal dit van zijn, joh? Een soort... Ik heb geen idee op het moment nog. Het lijkt wel... Hier staat ook nog een wapenschild en een kroontje. Dit is wel iets bijzonders. En de hangertjes zelf, tenminste wat je nu ziet, dat is niet magnetisch. Maar toch is het op een of andere manier wel aan mijn magneet blijven hangen. Wat zien we hier nog? Wat is dit, joh? Nou, dat gaan we even verder onderzoeken thuis. Maar het is wel iets bijzonders. Ja. Leuke vondst weer. Ja. Wat ik hier gevonden heb, is een strip met medailles van een veteraan. Zoals je kunt zien is de stof al erg vergaan,
maar de medaille in de linker onderhoek is een medaille voor 12,5 jaar trouwe dienst. De andere twee medailles zijn herinneringsmedailles van vredesmissies. Kijk, het was grappig. Ik had een spijker eraan zitten en er blijft een oorbel aan hangen. Dus ik denk, heb ik nou zilver gevonden? Maar helaas, het is stainless steel. Geen zilver, maar toch grappig. Zo vind je ook nog eens een sieraad. Een oorbelletje. Ja. Nou, hoogstwaarschijnlijk hebben we hier een hele grote kluis in het water. Waar Wesley nu mee bezig is. En hier heb ik een geldkistje. We gaan even kijken wat in dit kistje zit. Zal er nog inhoud in zitten? Deze haal ik er net uit. Nee. Even kijken hoor. Ik denk dat die leeg is. Nee, deze is wel leeg, denk ik. Er zit helemaal niks meer in. Nee, die is leeg. Maar we gaan nou even kijken wat Wesley nog eruit haalt. We gaan even helpen en dan komen we zo weer terug. Allemaal. Zo. Mag ik hem eens pakken? Ja, tuurlijk. Ik zou zelfs dit meenemen. Ja, kijk eens naar die balletjes. Als je... Is dat kunststof? Nee, voor mij geen kunststof. Ja, 1846. Als het steentjes zijn, dan zou het... Zo, die is mooi. Heel ver weg zou zijn. Goed. Zilver. Zo, super gaaf. Ik kom. Super dik, Marit. Kijk eens, hè. Oh, kijk dan. Dit zat er allemaal in dat zakje. Gewoon een munt uit 1846. Ja, dat is ook nog zilver. Ja. Anderhalf jaar geleden, Vink, die trokken we er om de havenklap uit. Ja. Vraag maar aan Brian. Ik had non-stop zilver, ja, goud erin, alles. En nou een Willem de Tweede. Ja, ik zei toch, kom jij maar even mee, Vink. Want dit is jouw ding. Dat is een goeie. Dit vinden jouw kijkers prachtig om te zien. En die krijg je echt zo mooi. Een munt van meer dan 200 jaar oud. Ja, dik hoor. Zeker dik. Het gebeurt weer. Jan schreeuwt weer, dus we gaan even kijken bij Jan. Wat is er aan de hand bij Jan? Hij zegt het zit in een tas. Maar helemaal onder de brug. Super dik. Ja. Vol met kettingen. En ringen zag ik. Heel dik. Jan, ik wou het zelf wel doen. Goud, ik hoop het voor je, jongen. Ik hoop het zo voor je. Het is jou zo gegund. Zilver. Goud. Goud. Goud willen we zien. Goud, gouden kettingen. Nou. Dit is zilver. Ja? Ja. Zeker, anders vind ik hem niet zo mooi. Ja, is niet magnetisch. Schouwring, hoppa! Ik hoop het zo voor je dat er wat kostbaars in zit. Hij is in ieder geval niet magnetisch, maat. Dus, ja, sowieso zilver. Ja, dat is zilver. Oh, kijk. Nou, dat is een slaaparmband. Dat is een slaaparmband. Zilver, ja. Hoe zie je dat zo snel dan breien? Om zilver die tas daar is niet aan, die kun je bijna schoonvegen. Hij zit ook gegraveerd. En deze is gegraveerd aan de binnenkant volgens mij. Waar dan? Er zijn balletjes. Nou Jan, gefeliciteerd. Is ook nog een jaar, jongens. Ja, nou, net. Nummer 1 magneet vissen, Jan. 100%. 100 punten. Hier lekker hoor. Super dik. Ja, zo, vader, deze, hè? Is ook mooi hoor. Tuurlijk is hij trots. Drie telefoons, hè? Een dik mes. Ja. Oké. Okay. Ja. 200 jaar oud. Gooien. Gefeliciteerd. Dankjewel. Kijk deze radio ook. Zo dan. Wat een ding. Met cassettebandje. Gekkaas. Die gaat ook het museum in. Zo dan. Even zo'n nummertje opnemen. Record. Gek hoor. Een Volkswagen sleutel. Even kijken. Hebben we nog een Volkswagen in de buurt? Nee, niet hier. Niet hier. Ook niet daar. Hier, kijk. Toch nog. We hebben hem gevonden. Kijk.
Zal die van hem zijn? Probeer het zou het kunnen. Hè? Ja, ik denk het niet. Nee? Nee, kijk, deze heeft niet... Hij ligt er al een tijdje in, hè? Heeft dus, geen sleutel gehad. Dat is een oude, ja. Nou ja, dan niet. Is een oude model. Oké, daarachter staat Timo die natuurlijk. En hij weet het nog niet. Maar we gaan eventjes toch een geintje uithalen bij hem. Dus, kom mee. Bij mij moet je iets meer wakker worden! Hey, ik ben maandag 5 uur in lijn, hè? Dat is een wakker hoor! Oké, op je achter. Tillek, jij mag dat ook doen. Ja, alles? Maak een paar lijnen. Nee, alles dan! We are white, we are blue! Yes! En dat allemaal voor de toezoe! Ja, hè? Ja. Yes! Nou, ik haal er een tasje uit. We gaan even kijken wat erin zit. Zo te zien een damestas. Gok ik. Een brillenkoker. Ja. Zal de bril er nog in zitten? Even kijken. Ja hoor, kijk eens. Zonnebrilletje denk ik. Zit er nog wat andere waardevols in? Ik denk het. Een kammetje. Wat is dit? Een sleutelbos. Zo, een hele sleutelbos zit er gewoon in. Ja. Nog meer? Een kettingje of zo, een pen. Nou ja, geen gouden vulpen helaas. Ja. Dus zelfs hier ligt het. Ja? Nou ja, leuk. Toch weer een leuk tasje. Door naar de volgende. Yes. Yes. Hallo, met wie? Timo die? Ja, die staat hier naast mij. Oh, je wilt hem even spreken? Ja, hier komt hij. Hallo? Hey! Ja, ik zal het ze vertellen. Jullie moeten hard abonneren, hard! Yes! Kikken. Maat, wat heb je? It's a bag! Wat is in de bag? We gaan maar kijken. Het is gewoon een fietsslot. Nou, wat zeggen we dan? Slot verdorie. Maar we hadden wel... Kijk, ik had net dit Samsung telefoontje eruit. Deze. Maar er komt er ook nog eentje uit. Eenzelfde, maar dan een andere kleur. Een klappertje ook weer. En die is wel heel nog... En die gaat naar stichting Kika, toch? Voor de recycling voor het goud. Kik erop. Ja. Dus dat krijgt toch nog een goede bestemming. Ja. Banden zijn ook nog hard, denk ik. Ja. Zo hard. Maar de wagenschade is funest, hoor. Nou, dat is echt nog een hele bijzondere, dikke vondst. Gewoon een e-bike. Een e-bike haal ik er gewoon net ter plekke uit. Ja, maar luister even. Niet van zomaar een merk. Gewoon helemaal compleet met sleutels. Ja, die is nog hageltje nieuw, joh. Daar mankeert niks aan. Ja, moet eens kijken, wat een ding joh nog. Ja. Accu's, alles, sleutels zitten en erin. Niet te tillen, hier, nee. De sleutels zitten erin. Ja. Nou ja, op zich is het nog best wel licht gewicht hoor.
Maar is echt nog een duur merk ook. Goed, terwijl ze hier achter nog even doorstaan te gooien, gaan we afsluiten. Ja, jullie hebben gezien hoe de gekste dingen weer uit het water zijn gekomen. Van complete kluizen tot en met e-bikes. Mijn haar is blauw geverfd. Het was een hele gezellige dag. Abonneer als je nog geen abonnee bent. En dan zien we jullie snel bij een volgende keer. Yes!